Hallo. En goedemorgen met Wil van Delft van het programma Deels Blauw. Goedemorgen, ik spreek met Martin Finkstein. Ja. Van duo Martin en Dickens. Ja, welkom hier in het programma. De reden, ja. Dat is de reden dat we jullie hebben uitgenodigd vanwege de single Soul Diamond. Ja, leuk hè? Ja, eventjes natuurlijk een brandende vraag natuurlijk voor de luisteraars. Wie zijn Martin en Dickens? Ja, Martin en Dickens, het is een duo die al jarenlang bestaat en heel vaak op talentjachten mee gedaan hebben. En in de 70e jaren eigenlijk al, waar we met, talentjachten mee gedaan hebben van Polydor in Den Haag. En de Gouden Ooievaar gewonnen hebben en zo'n platencontract. En en toen de tijd zat er niet zo heel erg mee. En zijn we gewoon maar door blijven spelen verder als duo verder. Ja. Een beetje het repertoire van de Everly Brothers, van Simon & Garfunkel, dat soort dingen. Maar ook ons eigen repertoire en zo. En dan, hoe zijn jullie dan op een zeker moment samengekomen als duo? Nou, dat zal ik vertellen. Wij speelden vroeger in Noordwijk in het casino. Misschien kennen jullie dat nog wel. Ja. Casino waar wij daar huisorkest van het casino hebben we jaren gespeeld. En daar heten we de Spiders. En de Spiders waren hier bekend in de streek, laat maar zeggen, in de hele omgeving. En daar zijn we eigenlijk ontstaan, laat maar zeggen. We zijn toen, het was tegen de tijd dat de discotijd kwam en... toen kregen we, laat maar zeggen, het soort van ontslag en zo van, nou ja, dan moesten we weer verder. Yeah. En zijn we als duo verder gegaan en de Spiders die zijn als het ware, uit elkaar gegaan en wij zijn met z'n tweeën doorgegaan. Ja. Yeah. En soms met z'n drie, met de drummer erbij en zo kabbelt dat dan heel langzaam verder in de tijd. Ja, en dan gaan jullie dan samen verder als duo en nu besluiten jullie dan eigenlijk pas om nu een single uit te brengen, of niet? Ja, nou, we zijn wel altijd bezig. Ik ben altijd wel bezig geweest met nummers te schrijven, eigen nummers te schrijven. Maar ja, als je dan zeg maar toch een soort circuit zit waar je dan je commerciële muziek speelt, laat maar zeggen, waar we expert in waren in de Everly Brothers, Simon & Garfunkel, dat soort dingen, dan blijf je daar een beetje in zitten. En daarnaast in je home studio, daar ontwikkel je een nieuwe muziek gewoon. En dit laatste nummer die we nu mee bezig zijn, ik zeg, we gaan een stapje verder. We nemen contact op met Geert Haksen en zo, kijken of die wat aan promotie kan doen. Het was zo dat ik een maand of drie, vier geleden een idee kreeg. Ik denk, potverdorie. Vroeger toen wij in het casino speelden, hadden we hartstikke druk. We moesten vrijdagavond spelen, zaterdag, zondagavond moesten we spelen. Ja. En dan gingen we naar Boele 7 toe tussen de middag. En daar speelde dan die soul, dat was een soul tent. En die speelde dan alles van Sam en Dave en Rita Franklin. En daar moest ik drie maanden geleden weer aan denken. Ik kwam het beeld weer terug daarvan. En ik denk, potverdorie, dat is zo'n fantastische zangeres. Zo fantastisch, ik ga daar een nummer over schrijven. Ja. En dat heb ik gedaan. Ja. En wat gebeurt er een maand geleden? Overlijdt ze? Nou, dat is verschrikkelijk. Ja. Weet je, als ik dat goed begrijp, dan hebben jullie dus ook eigenlijk een beetje uit de generatie die ook die muziekstromingen in de jaren 60 duidelijk hebben meegemaakt. Ja, 70 jaar. Ja, 70 jaar was het zo'n beetje, ja. Ja, dus... Wat ik ook altijd zeg, ik ben een beetje dezelfde periode. Ik blijf altijd zeggen, in de jaren 50, 60, stukje 70, is de muziek gemaakt waar we heden ten dagen nog van profiteren, of niet? Stond ik niet helemaal, bedoel je dat het... Ik zeg, in de jaren 50, 60 en een stukje van de jaren 70 is eigenlijk de muziek gemaakt waar heden ten dagen nog veel van wordt genoten. Ja, zeker weten, zeker. Ja, dat is nog de echte muziek, laat maar zeggen. Hè? In ons brein, laat maar zeggen. Ja. Het was al de melodieuze muziek, de liedjes waren, verschillend van elkaar. Ze waren onderscheidbaar van elkaar. Er waren mooie harmonieën. Ja. Je kan ze onthouden. Wat ze nu tegenwoordig maken, is kaboom, kaboom, kaboom. En dan worden er ook hele mooie dingen wel gemaakt. Maar de creativiteit is omlaag gezakt, wat dat betreft. En de bands krijgen geen kansen meer. En je zal het zelf ook wel gesignaleerd hebben. Ja, ja. Maar wat is het toch dat die muziek, bijvoorbeeld als je de grote hits hebt, pak maar uit de soul, pak uit de country, pak maar uit de blues, maakt niet uit welke richting, dat die hele dagen nog steeds gedraaid wordt en blijven hangen. En dat is toen. En van muziek van hele dagen, dat is anders weer zo snel weg. Ja, dat klopt wel, En er zit geen melodie in, er zit geen herkenbaarheid in, er zit geen... De nummers onderscheiden zich niet meer van elkaar, er is een stroom van geluid, er zit een stroom van
onherkenbare, bijna unidentified. Ja, ja. lijnen in de muziek, dat is het grote probleem. Maar is dat, heeft er ook harmonie meer. Ja, maar heeft dat ook te maken met de behoefte, zoals we dan maar heel netjes kunnen omschrijven, van de consument, die wil gewoon, huppakee, pa, gelijk, het maakt niet uit wie het zingt, nee. Dat maakt niet uit dat. Dat denk ik niet. Ik denk dat het gewoon de manipulatie van de markt is. Dat weet je, dat begrijp je misschien zelf ook wel. Het wordt gewoon opgedrongen, de mensen, ja, die krijgen geen betere muziek aangeboden gewoon. Ja. Dat is gewoon manipulatie, dat is al heel lang bekend. Ja, ik heb ooit hier een artiest in het programma gehad en die zegt, ja luister, ik was afgelopen weekend in een kroeg. Hij zegt, het is vroeger van een bepaald nummer aan mensen van wie of wat die dat zingt. Ja, dat maakt hun bal uit als het maar lekker klinkt. Ja, nou goed, ja. Kijk, ieder mens is natuurlijk verschillend. De een houdt van klassieke muziek, de ander houdt van de Beatles, van de Stones. De ander houdt meer van punk en van hard rock. En ja, daar is de een houdt van spinazie en de ander van bloemkool. Ik bedoel, daar, yeah. Hè, dat, yeah. Dat is de vrijheid van de mensen om te denken en te voelen wat ze zelf willen natuurlijk. Dat is, yeah. Dat is heel duidelijk, die groepen mensen zijn er gewoon. Er zijn ook mensen die houden van alles. Ja, ja. Als er maar een beetje melodielijn in zit en dat het herkenbaar is en dat het ze aanspreekt, maar ieder mens heeft zo zijn eigen, hoe noem je dat, resonantiefrequentie, waar we, ja. Die zoeken de muziek op wat bij ze past, bij wat ze voelen. Ja. En dat is natuurlijk wat jullie duidelijk meemaken, wat jullie duidelijk horen, als echte rasmuzikanten natuurlijk. Ja, ja, dat klopt, inderdaad. Ja. We hebben natuurlijk dat tijdsbeeld, we kijken er overheen als het ware, omdat we ja, toch al uit de 70 jaar, 60 jaar stammen zo'n beetje, laat maar zeggen. En je hoort natuurlijk alles voorbij komen, je ziet ja, ja hele goede dingen. Maar ja, die 60 jaar zijn zo dominant geweest in die tijd en zo, ja, variatie erin en zo en dit soort dingen. Maar nu is het alleen niet, ik wil niet zeggen de synthesizer, is ook fantastisch, maar meer de discjockeys en zo en dat soort dingen die met een koptelefoontje opstaan en knopjes draaien en denken dat ze dan een artiest zijn en denken dat ze dan een gitarist zijn of een muzikant zijn of wat dan ook. Ja. Maar ja, alles wordt natuurlijk in die studio's geproduceerd en een heel team erachter. Ja, dat begrijp ik ook wel. Als ik vraag me, hoe zijn de reacties geweest tot nu toe op het uitbrengen van deze single, Soul Dynamite? Soul Diamond, ja, volgens mij is het wel positief. Het gaat ja, kijk, het is pas gelanceerd natuurlijk. En het is afwachten gewoon wat er gedaan wordt en aan een promotie. En ja, wij zijn tussen alweer bezig met andere dingen natuurlijk, om dat ook weer te promoten. En voor Glenda Peters hebben we natuurlijk weer wat een ding geschreven, wat ook eerder op het net komt. Dus, ja. Maar jullie doen dan ook veel voor anderen, als ik het goed begrepen heb, of niet? Ja, we schrijven ook over andere mensen. Van Martin Hoogkamer, dan niet de Martin Hoogkamer nu, maar voor zijn vader toen de tijd, hebben we ook liedjes geschreven en die zijn het ook nummer 1 geworden in Nederland. Ja, wat is het de inspiratie geweest tot het schrijven van dit nummer? Nou, wat ik net vertelde, dat ik het beeld kreeg van toen wij in het casino speelden, dat we tussen, zeg maar, zondagsmiddags naar die soultent gingen en dat was de herinnering, dat was het beeld wat ik had en dat inspireerde me om een nummer over haar te schrijven. Dus wat ze zo geweldig was en nou, fantastisch. Ja. Gaan we, zo is dat gekomen en ja, dan ontwikkelt het zich verder. Maar, ja. Gaan we deze single, gaan we nog meer horen van jullie? Jawel, tuurlijk. In welke vorm? In welke vorm? Deze vorm of een andere vorm? Nou, nee, ja, nou, bijvoorbeeld het zou kunnen dat er iets van een ode aan de Birds. Ja. 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 Geweldige band. Het komt omdat, ja, we hebben het allemaal meegemaakt. En het is zulke geweldige muziek, de Birds. Prachtig, geweldig, mooie harmonieën, mooie stemmen. Vierstemmig allemaal. En, nou, noem maar op, dat soort dingen. Ik heb een ode geschreven aan de Beatles. Ja. Ja. Dat heb ik ook gedaan. Ja. Dat heet de Beatle Lovers, heet het. Staat ook op YouTube, geloof ik. Maar dat is nog niet gepromoot, laat maar zeggen. Maar dat is heerlijk om over die jongens te schrijven. Ze zijn een geweldenaar geweest. Met George Martin als producer natuurlijk. Creativiteit ten top, hè? Dat kun je gerust zelf, jullie. Ja, heerlijk. Geweldig. Ja, ja. We gaan de single draaien, Soul Dynamite. Ja, maar het ook een beetje muziek daarin natuurlijk. Als de luisteraars die meeluisteren, zij willen meer weten over jullie. Waar kunnen ze dat vinden, die informatie? Ja, bij MGV Music. MGV Music is mijn e-mailadres, daar kunnen ze vragen stellen als ze dat willen weten.
Oké. ngvmusic@gmail.com. Oké. Wij gaan gaat de zingen draaien. Ik ga jou bedanken namens ook jouw collega natuurlijk. En, ja, met Dickens, ja. En vind het leuk vanmorgen even gesproken te hebben. Dan weten we tenminste wat erachter zit. Ja, precies. Ja. Ik ben hartstikke enthousiast. Ik vind het leuk dat je even gebeld hebben erover. Oh, goed. Als je wat meer wil weten, dan kan je me nog eens kan je gewoon weer eens een keer bellen. Oké. Okay. Hartstikke leuk. Gaan we doen. Goed. Een heel fijne dag en bedankt. Tot ziens. Jij ook. Oké. Okay. Hoi. Ja. Hoi.